Goedendag, welkom bij GPTV. Picture Perfect wil aandacht vragen voor het excessieve gefotoshop op tv, tijdschriften en op internet. Door mensen ter plekke te photoshoppen willen de initiatiefnemers op ludieke wijze laten zien wat Photoshop met de mens kan doen. In winkelcentrum Zaailand in Leeuwarden is vandaag en volgende week vrijdag een ruimte ingericht waar voorbijgangers hun gezicht kunnen laten retoucheren. I am beautiful no matter what they say. Words can't bring me down. Mensen komen hier naartoe, maken een foto en vervolgens wordt diegene in 5 minuten wordt live gefotoshopt en op die manier proberen wij aandacht te vragen voor het excessieve photoshoppen in bladen en op internet. Want hoe vaak gebeurt dat? Nou, heel erg vaak. We zien heel erg vaak, vooral in modebladen, dat er altijd een beeld gecreëerd wordt wat niet echt realistisch is. Dat is niet naar de werkelijkheid gemaakt. En wat willen jullie hier dan mee bereiken? Nou, wij willen bereiken, wij gaan iemand dusdanig erg photoshoppen dat diegene denkt, we hadden net een meneer die zei van nou, ik voel mijn oude kop wel mooier. En dat willen wij bereiken. Dat van blijf maar gewoon, dan zie je er het mooiste uit. Ja, precies. Ja. Loes, er is net een foto van mij gemaakt. Jij gaat nu druk bezig om die te photoshoppen. Een eitje? Een eitje? Nou ja, eigenlijk nu wel. We doen het maar heel kort. We hebben voorgeprogrammeerde programma's en het duurt ongeveer 3 tot 5 minuten voordat we jou gefotoshopt hebben. En dan zie ik eruit als een model in een glossy magazine. Ja, zo ongeveer. In ieder geval heel stuk jeugdiger waarschijnlijk. Nou, dat is altijd goed. Kun je vertellen wat je precies gaat doen? Ja, natuurlijk. Gezicht iets smaller maken. Is het te dik voor in de magazine? Ja, dat denk ik wel, ja. Maar wij willen mensen gewoon bewust maken van hoeveel werk erin zit en hoeveel er eigenlijk gebeurt voordat een foto in een magazine geplaatst wordt. Ja, want dat gebeurt toch heel veel, hè? Ja, helaas wel. En momenteel wordt het ook heel veel gedaan door celebrities en gewoon door selfies. Die laten ze photoshoppen. En er zijn nu ook programma's op je telefoon, dat je als je een selfie maakt, dan kun je gelijk een stuk mooier maken, een stuk smaller. Alles wordt gelijk ermee opgelost. Dus nou voor een beetje bewustwording, maak je er zelf ook veel gebruik van? Nee, ik ben wel van het retoucheren, dus ik haal wel plekjes bij mensen weg. Littekens laat ik zitten, maar ik... Ik ben niet van het gezicht veranderen en lichaam veranderen. Dat doe ik bewust niet. Dus bij jou gewoon een beetje de foto mooier maken? Nou, hopelijk maak ik gewoon een goede foto. Dat lijkt me sowieso het doel, ten eerste. Ja, nou, wat moeten we ervan zeggen? Wat vinden we mooier? Ik hou toch meer van het naturel. Toch wel, hè? Ik zelf ook. Nou, gelukkig maar. Dan is het doel bereikt, denk ik zo. Don't you bring me down today.